Stichting Father Mother Figure Suriname heeft gisteren een informatiebijeenkomst gehouden met als thema waar moet aan voldaan worden om een goed rolmodel te worden en te zijn. De stichting heeft als doel Surinamers kennis te laten maken met het team en de werkwijze van de stichting. De gastspreker van gisteren was voorzitter Henk Redmond. Die ging in op de vraagstukken in Suriname. Nou, wat is beleid voor ons? We willen graag dat 90% van de kinderen die we coachen ook het traject afrondt in positieve zin. Nou, zie daar dat we een bepaalde visie hebben op de thema's waarop gecoacht wordt. Ja, die vijf thema's, we denken aan de schoolzaken. We werken heel nauw samen met een aantal scholen in Paramaribo. En die scholen signaleren wat daar gebeurt. Ja, of het kind is te stil, of het kind is te druk, of krijgt onvoldoendes. Dan heb je zorgleerkrachten die inderdaad observeren en signaleren. En het kind wordt dan overlegd met de ouders, doorgewezen naar vader, mother, figure. Door toedoen van Father Mother Figure zijn de afgelopen jaren al ruim 100 jongeren in Amsterdam en Paramaribo intensief begeleid door coaches. Redmond vertelt meer hierover. Gezondere levensstijl, heel belangrijk. Begrijpend lezen, we krijgen steeds meer vragen. Want we merken dat er heel veel kinderen uit het buitenland naar Suriname komen. Kinderen met een Braziliaanse achtergrond, dat hebben we gemerkt bij FMF. Kinderen met een Guyanese achtergrond, dat hebben we gemerkt. En die krijgen een coach. Of soms een persoon die speciaal op taalgebied kan begeleiden. Ook rekenhulp. Ja, die is onbelangrijk. Tot slot, we hebben een aantal maanden geleden, in december, om precies te zijn, een certificaatuitreiking gehad. Een aantal jongeren hebben een certificaat gehad, een aantal coaches ook en een aantal vertrouwenspersonen hebben een certificaat gehad. Dus we zijn heel blij dat we het resultaat bereikt hebben. En we gaan nu voor dit jaar voor een nieuwe groep. Voorzitter Henk Redmond van de stichting Father Mother Figure Suriname gisteren bij een informatiebijeenkomst in het auditorium van Self Reliance.